30 meter stilstaat, is er niet zo heel veel aan de hand. Zij die het achteruit rijden zonder spiegel wel een uitdaging kan zijn. Maar dat gaan we even proberen. Rini kijkt voor de zekerheid gewoon niet achterom. Pas het nu mee. En dan krijgen wij een herstart, waarbij het dan waarschijnlijk toch in een andere versnelling. Ja, het moet in een andere versnelling, en dat hij daar hopelijk dan ook in gaat. Voorlopig Erwin Slager hier onderweg met een Volmet 6400. En ook van die Volmets kennen we natuurlijk al dat dan uitermate taaie rakkers kunnen lezen. En Erwin die heeft een setje dubbellucht achterop en aan de voorzijde. De nodige gewichten, terwijl daar ook al de eerste 6-cylinder, de Cobra XL, staat warm te draaien en de groene vlag is waard wordt voor de tweede keer voor Evo Blue. En dat is hij wel, jazeker. En hoe? Ja? Wat zei jij ook alweer? Hadden wij twee afstanden boven de 100 staan, we hadden 107,24. Jojo. En als je gewoon hier.